Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Blazing Emerald. In deze aflevering gaan we de vijfde gym trotseren, we zijn hier al. Dus we gaan eigenlijk gewoon meteen verder. De speedroom, laten we gewoon lekker de speedroom gaan doen jongens en meisjes. Deze bitch gaan we proberen te verslaan. Even kijken, we hebben natuurlijk nu een fight gym, dus ik denk dat we na deze battle Reuniclus vooraan gaan zetten. Want dan kunnen we gewoon een beetje Psybeam spammen. What the fuck is een malarkey? Ik denk, nou, het zal de evaluatie zijn van Farfetch'd waarschijnlijk. En het is een fighting type, denk ik. Oh, wow, yo, geeft gewoon een X-Speed. Ik deed wel veel damage, dat is wel nice. Oeh, Leaf Blade. Dat doet veel damage op Tentacruel. Ja, dat deed heel veel damage op Tentacruel. De Malarkey is wel gone. Maar toch niet zo fijn gevoel. Nou, zo zijn we weer achter de Pokémon gekomen. En ik denk dat het een fighting type is. Volgens mij missen we fighting nog. En dan moeten we dus even in de Pokédex kijken. Dex list. Lotion, six is gonna put you in a wormhole. Whismur, Tyroak, Skitty Kakuna, Farfetch'd Malarkey. Oh, er staat niet bij welke type hij is. Je kan hem ook niet wild vangen, maar misschien kan je hem wel wild vangen. Ja, oeh. Oh. Die kan je wel wild vangen. Onder Marvel. En daar moeten we straks toch heen. Dan gaan we even. Ja, hoe komen we erachter? Ik ga wel, denk ik, even opzoeken welke type Malarkey is. We zijn er nu toch nog niet mee bezig. Ik zit wel even te denken om inderdaad, wat ik net zei, Tentacruel even te swappen met Reuniclus. Een Wigglytuff. Dus geen fighting type. Oké, Psybeam. Ik doe toch een special aanval dus. Ook nog de Defense Curl. Dus even normaal Wigglytuff. Nice. Reuniclus level 50. Tentacruel level 43. Loosemold level 54. Skarmory was de enige die geen level omhoog ging. Oké. Dit is de Strength Room. Oh ja, we gaan de Strength Room wel in. Dan komen we als goed bij de final. Dit is Jody met een Singoose. Doe jij maar een X-attack. Doei! Nou, Jody is ook gone. Sinds Jody is gone. Gym Leader's Room. Ja hoor. Oh ja, het is natuurlijk een normal type gym leader. Helemaal geen fighting type. Wat zit ik nou te lullen ook? En niemand zegt ook iets. Dat kan ook niet. Maar het is natuurlijk een normal type gym leader normaal. Dat betekent dat Malarkey waarschijnlijk ook een normal type is. Dus ik denk dat ik die dan niet eens in mijn team wil. Een Lino, nee. Oké. Body slam. Nou, dat at ik. Oeh, extreme snelheid.
Nou, de Linoon is hier voor gone. Zou die ook een sleking hebben? Oeh, Scrambler ligt van 39, nice. Oeh, een Blissey. Oh, ik ben geen... Oh, hij heeft 5 Pokémon's. Wat? Dat deed heel weinig damage. Ik vind dat dat wel veel damage deed. Laten we Giga Drain, want dan krijgen we terug. Oké. Wat ik denk dat gaat gebeuren straks, als ik hem een beetje laag HP heb, dat hij een full store gaat gebruiken. Of softboiled. Oh, dit wordt echt een hel. Dit wordt echt een hel. Welke Pokémon zou hem een beetje kunnen hitten? Ik heb geen fighting type. Oh. Ja, Rock Smash. Die zou kunnen doen. Zaad. Dat was een crit, oké. Oh, ik dacht dat deze Rock Smash had. Blijkbaar niet. Moonraiser. Deed ook niks. Nou, gaan we toch zo softboilen, denk ik. Je moet naar een andere tactic gaan. Ja, deze beetje kan Rock Smash. Alleen ik ben lager level, dus het wordt ook een feest. En het is geen step. Oeh, nice. Dit was een hele nice switch. Dat deed veel meer damage dan ik had verwacht. Dit was een goede keus. Dit was een goede keus. Skarmory is de master. Rots vlot. Slaking. Kom maar met je Slaking. Ik Rock Smash je helemaal kapotterini. Oeh, Earthquake. Oeps. Jut. Dat was Skarmory. Deze bitch dan maar. Hij heeft nu True Run, dus als het goed is het een vrije aanval. Ja. Ik wist niet dat True Run HP hielde. Normaal is dat volgens mij ook niet. Giga Impact, wat? Dat had wel een Giga Impact, ja. Heeft hij ook nog een berry? Wat? Oké, hij is dood. En waarschijnlijk een crit die geholpen heeft, maar het boeit me helemaal niks. Hij is dood. Oké. Nog 2 Pokémon te gaan volgens mij. Exploit. Oké. Best sneller. Oké, Exploit is ook dood. Gaan we naar de laatste Pokémon toe. Misschien dat ik mezelf even moet healen. Ursaring. Oeh, dat is die Fire-type Ursaring. Oh, dat is een normale Ursaring. Fuck. Heb ik niks beters?
Nee, ik heb niks beters. Boy, yo. Dan kan ik beter synthesis doen, denk ik. Ja. Psybeam! Crush Claw, dat is best een goede aanval. Doet gelukkig niet al te veel damage. Nice. Norman is verslagen. Pittige battle, maar dat is ook wel eens leuk. Gewoon een keer een pittige battle. Ik heb de balance badge from that. Dat is mooi. Oeh ja, nu kunnen we surfen, inderdaad. En we krijgen TM42. En dat is Giga Impact? Nee, façade. Och, daar komt die gast weer met van Wally. Please come with me. Oh ja, hij heeft me surf trouwens. Never mind. Please excuse us for dragging. Geef me maar lekker surfy. Surfy, surfy, surfy. HM03 Tentacruel. Die kan surfen. We gaan voor de Aqua Jetting. En we gaan even healen en dan gaan we door naar Marvel. Oeh, ik word gebeld. Attention trainers, I've just received the word that the specialty tower route. Oh, als we naar die toren willen. Maar we willen niet naar de toren, nee, dankjewel. Wat we wel willen is onze pocket mollen healen, want anders wordt het een lastige gebeuren. Oeh, ik wil wel straks, maar het is pas na de 6e gym, dus dat is over een paar afleveringen, de Safari Zone even verkennen. Even kijken of daar een coole Pokémon is. Gaan we met de boot? Oh, we kunnen niet met de boot, want hij is er niet. Dan gaan we wachten. Zo. Pakken we gewoon Rustboro. Pakken we dan weer. Oeh. Een Pokémon. Twee Pokémon zelfs. Een Ladybug en een Shroomish. Oké. We hebben geen tijd. We rennen gewoon door. Lekker. Oké. Het is tenminste lekker doorrennen. En Whismur. Hoe wist ik het? Oké. Nice. Nou, gewoon via Verdant Turf naar Marvel en dan gaan we bij Marvel naar rechts. Misschien is het inderdaad een idee om een Pokémon weer even te switchen.
Oh, hij geeft je de Marvel key gebeuren. De nieuwe Marvel. Maar dat stukje hoef je niet te doen, dus dat gaan we ook niet doen. Dankjewel. Double Battle. Hier zijn we dus nog helemaal niet naar rechts gelopen. Het gebeurt wel eens dat je daar wel eens naar rechts loopt. Dat is nog niet gebeurd dus. Oké. Wat hebben deze? Deze zullen wel lage level Pokémon hebben, denk ik. Wel veel Pokémon, ja, als we het zien wel. Oeh, dat deed weinig damage. Nou, oh, dus ik zie Groen, is hier toch ook al. See you, Mingo! En Aaron. Hallo, Aaron. Een psychstraal. Oké, die is ook gone. Een Buizel. Wow, die echt een leuke sprite heeft hij in deze game. Oké. We doen Thunderclap en... Zo. We hebben eerst de ene kant uitgeroeid en nu gaan we de andere kant uitroeien. Komt Breloom. Oké, daar kunnen we Psybeam tegen doen. Ah, nog van de Lee Seed. Oké. Jab hem nu met mijn poison. Oké, en de volgende Pokémon is... Kijk, Skarmory level 40. Heel nice. Roselia, oké. Nou, een psychische aanval en Roselia is gone. Nice, oké, lekker. Met een crit erbij die niet eens nodig was. Aroma Lady Rose en jongster DeAndre were defeated. Registered Aroma Lady Rose. We gaan hier in de blue. I'm blue, dubbedee. Nice. Oeh, een trainer. Laten we nou Thunderclap kunnen en deze Magikarp of Gyarados die hij uitgooit kunnen verslaan. Oh, Tentacruel, kutzooi. Ik weet eigenlijk niet of ik Lightning Rod heb. Gaan we nu achterkomen. Ah. Geen Lightning Rod. Leafing Skin. Oeh. Niet zo heel goed aanval. Dus Spedef gaat wel omlaag. Maar dan kunnen we met Thunderclap gewoon gone maken. En dat is altijd fijn. Oké, nice. Kijk, weer wat levels erbij hoor. Carvana. Nou, Carvana die krijgt gewoon een donder op zijn gezicht. Daar kun je donder op zeggen. Nice. Oké, top. Ik ben benieuwd of we nog zo meteen bij nieuwe gebieden gaan komen. Als in dat ze het aangepast hebben voor deze game, dat zou leuk zijn. Hey, Steven. Nee, dat klopt. In Oras krijg je hier Latios of Latios.
Zigzagooning. Level 33 Zigzagoon. Kijk, dat zijn nog eens wilde Pokémans. Oké, een Swablu. Dabbedee, dabbedee. Nou, nog maar een Thunderclap over. Oké, welke Pokémon komt nu? Een Murkrow. Target. Nice, een crit. Dag Murkrow. Birdkeeper Chester is defeated. Nice, oké. Het regent. Oeh, een Pokeball. En een wilde Tropius? Nee, ja, wel een wilde Tropius. En een Duotion. Hyper Potion, nou daar kunnen we wel wat mee. Hier even healen. Nee, niet even healen, oké. Moeten we hier dan toch eventjes gaan proberen te battelen of zullen we dit, want er komen nog meer battles aan, dus misschien dat we dit stukje gewoon even overslaan qua battles. Oké, laat hier omhoog lopen. Hey, volgens mij, nee, ik kom niet op een nieuw stukje, ik dacht dit is een nieuw stukje, maar het is geen nieuw stukje. Nee, dit is normaal. Deze breeder gaan we bevechten, volgens mij is het een breeder in ieder geval. Oh nee, een Ranger. Ranger Catherine met een Gloom. Dan heb ik de perfecte Pokémon voor aangezet. Alleen wat minder perfect is, is dat ik dat het regent. Oeh, hij mist de Stunspoor. Beacon met dat sizzle. Oké, Gloom is gone. Nice. Roselia, oké. The rain continues to fall. Nice, een crit. En level 41. Ja. Nice. En Lucemol level 56. Nice. Dag Catherine. I have a Pokénef, maar dat betekent niet dat jij erin mag. Stomme Catherine, maar voor u. En dan vind ik dit een mooie plek om deze aflevering te beëindigen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Dan zie ik je volgende keer weer bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon The Blazing Emerald. Adios, amigos!